dit is de eindexpositie van de richting Art and Research. We hebben hier 4 jaar op de academie gezeten en dit is eigenlijk de eindshow. We laten zien wat we de afgelopen 4 jaar met z'n allen hebben opgebouwd. En ja, nu is het eigenlijk open voor het publiek en laten we zien aan de mensen wat we hier gedaan hebben. Art and Research staat eigenlijk een beetje voor research, onderzoek. En eigenlijk zijn we allemaal bezig met een eigen soort onderzoek binnen onze praktijk. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen werkwijze gecreëerd en daar wordt ook wel op gehamerd om daar een soort van consistentie in te vinden om na die 4 jaar academie daarbuiten dus daarin verder te kunnen gaan. Ja, mijn onderzoek zit dus heel erg in het materiaal, dus natuurlijke materialen. Ik probeer een beetje een soort van creatieve potentieel te vinden in de dingen waar we gewoon alledaags voorbij lopen en waar we eigenlijk niet meer zoveel focus op hebben in deze hedendaagse tijd. En dan kan je denken aan gras, takken, maar ook klei, zand, dennennaalden, dat soort dingen. Ik maak er dan installaties van en dit is er één van. Ja, ik heb het network genoemd, het werk. Enerzijds omdat het een letterlijk net is. Maar ook omdat het refereert naar gewoon het netwerk van eigenlijk het hele leven. En dan kan je denken aan schimmelnetwerken die onder de grond zijn, maar ook gewoon het netwerk tussen wij mensen en gewoon de wereld aan zich, zeg maar. En ik vind dat wel een heel mooi, belangrijk iets om naar terug te refereren, dat we allemaal verbonden zijn en dat wij ook deel zijn van de natuur. Ik werk heel onderzoekend qua materiaal veel. Dus experimenteren met verschillende materialen, nieuwe technieken ontdekken. En qua onderzoek is veel lezen, veel gesprekken. Ik denk dat veel, vooral jonge mensen, ook wel de druk met het afstuderen voelen. Druk voor een baan, om te presteren. Dus er is ook veel ervaring vanuit mij, vrienden, klasgenoten. Mijn werk gaat eigenlijk over dat nu op het moment mensen een beetje te snel leven, vind ik. Ik denk dat het goed is om af en toe stil te staan bij de dingen die je hebt, het moment waar je in bevindt. En dat het het een stuk leuker maakt voor jezelf. Ik denk dat het ook komt omdat we allemaal zoveel willen. En ja, als je zo haast, dan vergeet je vaak gewoon hoe interessante dingen er om je heen zijn. Dus mijn werk is eigenlijk ook een uitnodiging om even in het moment stil te staan. En dan vallen er een heleboel details op die normaal wegvallen. Het begon toen ik mijn minor in Noorwegen deed. Het was toen de coronatijd en alles ging toen dicht. Alleen de sportschool was nog wel open. En in Noorwegen zijn de mensen over het algemeen heel erg fit. Dus dat was voor mij een stok achter de deur om daar ook mee aan de slag te gaan. Maar ik vond de sfeer in de sportschool vond ik heel interessant. Er hangt daar een soort van hiërarchie, een soort van, die ik heel interessant vond. En daar ben ik eigenlijk mee verder gegaan. Daarnaast vind ik de wereld van de fitfluencers online vind ik heel interessant en hoe mensen een soort van alter ego online voor zichzelf kunnen opbouwen. En ik vind het vooral ook heel interessant hoe ver mensen erin gaan om een soort van te werken aan een betere versie van zichzelf. De telefoon is om op te nemen en het is een interactief werk, dus het is ook de bedoeling dat mensen de hoorn opnemen en vanuit daar kan je luisteren naar mijn ingesproken gedichten. Ik kan een gedicht horen over mijn problemen met ongesteldheid. Over hoe vaak ik wel niet doorlek. Of over mijn hele slechte liefdesleven. Die voornamelijk bestaat uit Tinder en Bumble dates en one night stands. Of je kan luisteren naar hoe ik samenwoon met vrouwen. En hoe dat niet altijd even fijn is. Maar dan op een beetje een tragicomische manier. Ja, ik denk dat humor een soort van ervoor kan zorgen dat iets doorbroken wordt. En dus als we ergens om kunnen lachen samen, dan is er wel snel een soort van luchtigheid. En vanuit die luchtigheid creëer je een soort van openheid tot, wat het dan ook mag zijn, wat je leuk vindt. En op die manier, voel je misschien wat fijner dat je je broek weer onder hebt gelekt.
Ja, het afgelopen jaar hebben we eigenlijk vooral het laatste half jaar hier naartoe gewerkt. We zijn met een klas van 34 mensen, dus dat is best wel een grote groep. Dus we hebben dit jaar deze ruimte en de bovenverdieping. Dus het was, in het begin was het nog best wel even puzzelen van oké, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat verdelen. En we hebben ervoor gekozen het atrium te verduisteren, wat normaal eigenlijk een super lichte, monumentale ruimte is. We hebben ervoor gezorgd dat dit nu eigenlijk een soort van nieuwe laag krijgt. En dat er een nieuwe beleving ook voor de bezoekers voelbaar is. Ik hoop dat ze nieuwsgierig zijn. Nog nadenken over de gesprekken die ze gehad hebben, de interacties met het werk. En ik zelf hoop stiekem ook een beetje dat mensen wat meer doorhebben dat deze academie in Breda zit. Want we zitten er al heel lang. Ik merk wel omdat we nu wat meer buitenaf zitten, dat niet iedereen helemaal weet dat we hier zitten. Maar we zijn allemaal heel bereid om met de stad samen te werken, met anderen dingen te vertellen en te laten zien over onze praktijk. Dus ik zou het heel mooi vinden als wat meer bekendheid ook voor de kunstacademie in de stad kan opleveren. En je hoopt gewoon dat het bijblijft bij mensen en dat mensen je onthouden en dat het ook iets in hun gedachten kan veranderen. Dat het werk wat je maakt en het verhaal wat je probeert te vertellen, dat het ook inderdaad echt binnenkomt. Ik vind het leuk als mensen dan hun eigen belevingen of verhalen gaan vertellen. Dus als ze zoiets hebben van, ach, dat is mij ook overkomen. Of ik heb zo'n soort gelijk verhaal meegemaakt of zo. Of wat fijn dat je hier openlijk over schrijft of dat je dit deelt of dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik ben hier al best wel een aantal jaar geweest en ik heb ook wel weer zin in een nieuwe ontdekking. En dat sluit ook weer heel goed aan op mijn eigen werk. Gewoon door te reizen, nieuwe plekken te ontdekken en nieuw materiaal ook en nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ik was er heel zenuwachtig voor, als ik eerlijk mag zijn. Het wordt hier ook wel eens het zwarte gat genoemd na de academie. Een soort blinde paniek bij iedereen van shit, en nu? Maar ik heb er toch wel een goed gevoel over. We komen er wel. Ik wil heel graag mijn eigen atelier opzetten, waar ik dus verder kan werken. Het liefst ook collectief. En ik kijk daar eigenlijk wel met veel enthousiasme naartoe. Niet meer met zoveel angst als voorheen. Nou, ik heb er wel heel erg veel zin in. Ik ga ook samenwonen met 6 andere mensen. En dat zijn ook allemaal afgestudeerden, op eentje na. Die zit nog op St. Joost. En ik denk dat wij elkaar wel heel erg kunnen stimuleren om door te blijven gaan. En ik heb mezelf ook al wel aangemeld voor bepaalde trajecten en prijzen. Dus dat is ook allemaal, ja, het houdt het wel lekker spannend, dat hele afgestudeerde leven. Maar ik vind dat wel heel leuk. Ja, heel veel zin in. Ik ga naar Antwerpen verhuizen. Omdat ik dan toch het liefste met wat mensen, met wat collega's wil gaan wonen. Die ook afgestudeerd zijn. En in Antwerpen hebben we een huis gevonden. Dus daar gaan we met z'n allen wonen, kunst maken en hopelijk daar een beetje carrière opbouwen.